allemaal. Leuk jullie weer te zien. Ja, ja. Opgemaakt. Leeg is leeg. Hij is behoorlijk vol. Dus ik ga er lekker snel doorheen. Denk je dan weer bij jezelf? Ja, tuurlijk. Ik heb een Q10 cleaning face wipes opgemaakt. Ik vond ze best wel... Oh, ik zal het heel even scherp stellen. Zo. Ik vond ze best wel fijn. En soms met de luie dagen heb je gewoon even geen zin. Maar daarna komt het wel weer goed. Een cooling foot bath. Aloe vera watermunt. Van Knijp. Ideaal. En een ruik lekker. Zo. Je neus is gelijk open als je verkouden bent. Het is een aanrader. Je kan het etels, kruidvat. Zoiets. Misschien ook wel nog bij trekpleister als je die hebt. Moet je maar even kijken. En ja, ik vind het aanraden. Soms steek ik het ook stiekem in het doucheputje. Rode douche, lekker. Sst. Twee van deze opgemaakt. Die zet ik dan lekker altijd in mijn kledingkast. Dan ruikt mijn kleding altijd lekkerder. En ik kan je aanraden. Dan blijven de zilvervliesbeestjes ook een beetje weg. Een wasverzachter opgemaakt. Robijn. Intensief uit je droger. Nou. Vonden we niet fijn. En het stinkt. Ik heb een Elmex tandpasta opgemaakt. Ik heb een Hansaplans voetencrème opgemaakt. En een Robijn hebben we opgemaakt. Ik heb een Yari Green Curls Ultra Leave-In Conditioner. Dat was de aanrader van mijn kapper. En dat was de beste aanrader die ik heb gekregen. Maar soms wissel ik eens even met andere dingen af, want anders gaat je haar alleen maar aan één product wennen. En dat wil ik dus weer niet. Ik vind dat toch nog wel leuk om dingetjes uit te proberen op mijn kanaal. En als jullie aanraders hebben, mag je het hier ook even beneden in de comments zetten. Een rode klaver. Ja, als je op bepaalde leeftijd bent, dan krijg je kwaaltjes. Ja, en die kwaaltjes zijn dan af en toe opvliegers. En dit helpt er heel goed bij. Een Gillette scheerschuim. Je hebt ernst opgemaakt. Ja. En ik heb een Yari shampoo opgemaakt. Helemaal top. Ernst heeft Natureel Sensitive Skin Sour Gel opgemaakt. En hij heeft Nivea Care Douche Shower Shea Butter opgemaakt. En een handzeep is opgemaakt. En Ernst heeft ook nog een Nivea opgemaakt. En nog een Nivea Deo. Ik heb drie mesjes opgemaakt. En een body butter van Zodiac. Helemaal top. Zat toen in een adventkalender van Holland & Barrett. Een wenkbrauwenpotlood die op is. Ja. Dan breek je nog eens wat, dan ben je bezig. En dan heb je te groot en dan denk je, mooie pas. Ja. Weer een puntje eraf. Ja, dan gaat die snel leeg. En een mascara. Nou. De tas is weer leeg. Dus we kunnen hem weer vullen met heel veel smeersels. Ik smeer me helemaal gek. Niet alleen op mijn lichaam, maar ook op mijn toet. Maar dat geeft niet. Dat komt wel helemaal in orde. Als ik hier van alles zou... nog een keer zou kopen, dan is het de shampoo, die leave-in conditioner, de Unicura kopen we altijd in de aanbieding.
die dingetjes zou ik altijd doen. Ja, als of bij acetyl. Of gewoon bij de kruidvat. Of waar dan ook in de aanbieding is. En deze voeten ding zou ik ook wel eens een keer opnieuw kopen. En deze koop ik altijd opnieuw. En deze koopt Ernst altijd opnieuw. En vol zijn verbazing had ik er al één gekocht. En heb ik er nog één gekocht. Dus dat moet al heel wat zeggen. En deze mesjes heb ik al heel vaak. Maar als jullie een aanrader hebben voor andere mesjes. Want deze zijn bij de Action ook niet meer zo goedkoop. Dus zodoende. Als jullie goede mesjes weten. Ben ik daar zeer voor. Dus. Ik zou zeggen. Abonneer op mijn kanaal. Hier beneden. Dan daarna krijg je een belletje. Als je daarop drukt. Dan blijf je altijd op de hoogte. Ik heb altijd filmpjes op de dinsdag en de donderdag. En als er een extra filmpje is, jee jullie en jee mij. Maar ik zou heel graag, eigenlijk heel graag, naar de 200 abonnees als dat kan. Maar dan moeten jullie dit kanaal wel leuk vinden. Dus ik zou zeggen, abonneer, druk op het belletje, blijf je op de hoogte. En doe een duimpje omhoog. Dat vind ik altijd leuk. Dus ik zou zeggen, bye bye.